Nick NL Gaming. We hebben vandaag heel wat te doen. We hebben vorige keer het aardappelveld gerooid. We gaan nu kalk halen. Want we willen maar één pelletje en ik kan niet zien wat erin zit. Veel nog hebben. We hebben dus bijna geen kalk meer. Dat zit het weinig. We stappen even in de passievurkens in. En dan gaan we even de kunstmest rooien erachter. Dan gaan we naar de winkel toe. Dan gaan we de kalk halen. Jongen, jongen, dat duurt wel langzaam, zeg. Zo, even mijn drankje erbij. Nu, we zijn bij de winkel. Ik zal even de kalk kopen. We hebben pellets nodig, big bags. Grote zakken met landbouwkalk. Er zit 2000 in. Dan nemen we de 4 mee. Zoek maar naar 1000 euro, een beetje galler. Maar naar 2000 euro joh. Wat dichter naar die andere toe. Dus deze volgens is op 6000. Ja, is het. Ik kan 9-1, dus nemen we die nog mee. Maar dat stap ik niet, want alles. 1000. Haven, kun je ook gaan kopen. Big Big Tarwe. Voor de kippen. Zaad zit er 100 in. En dan hebben we landbouw 100. En hier zit er 200 in.
Hij is gewoon te gebeuren. Nou, meestal zou ik vouwen. Maar rij even één keer heen. En dan gaan we de solderen halen. Dan kan die beginnen met ploegen. En als we dan klaar zijn, dan kunnen we kunstmest gaan strooien. Ik denk dat waar is nog een keer kan ik me halen. Ja, dan rijden we even naar de soldeer. Daar zitten we waarschijnlijk al in. Die moeten we meenemen. Dan zetten we deze op helpen. Dit kalk is wel makkelijk strooien, weet je precies waar je geweest bent. Dat is wel mooi. Ik ben wel benieuwd hoe dat zit als je echt poep gaat strooien. Zo. Ik denk niet eens dat ik genoeg kalk heb voor dit veld, joh. De jongleer is toch nog even bezig. Maakt eigenlijk niet zo heel veel uit. Red ik dat nog één keer? Net aan, denk ik. Ja, er zit nog. Ja. Oké, okay, wel landbouwkalk heb je dus veel nodig. Red ik dat?
Ja, net aan. Nou, we gaan weer naar winkel toe. Wil ik alles halen? Voor ze bestellen, dan is dat sneller. Dat is wel makkelijk. Dan kun je gewoon grote zakken met de landbouw halen. Wijntje zo. Ik hoop dat die Joske en Autoloodpekker snel weer inkomt. Want dan kun je dus gewoon een hele trailer halen met een spul. Dat ga ik net niet in één keer halen. Laatste strookje doen. De soldeer schiet ook al lekker op. En dan hebben we een dikke voorsprong. En dan kunnen wij erin zaaien. Drie pelletjes eruit. Nou, dan zal ik even de voorlader pakken.
zelf precies klusje, dat oppakken van die dingen. Landbouwkanaal. Hier ook. Oh, ik moet hier tussendoor. Dat is ik wil er altijd eentje verder in. Alle landbouwmachines zijn wel een stuk zuiniger in het kader van alleen het landbouwkalken, dat gaat helemaal nergens over. Nee, hij wil. En daarvoor laat ik het weer opruimen. Ik moet er even kunstmest in gooien. Gaan we doen met de vloeibare kunstmest.
Nee, ik pak nog vast de kunstmest. Kijk, nou is de tegenhouder. En dan naar achteren rijden. Dan kan je gewoon doen. Oh, niet stoppen. Moet ik die bezijkant of zo? Hé, waarom kan ik nou niet spullen? Dat kan ik net zeggen. Met twee big bekjes in. Die andere bij er ook nog bij gooien. Oh, ik heb 4 volle. Dat is heel apart. Zou er een glitch in zitten, dat je... Kijk, en daar zie je bijna niet waar je geweest bent. Oh, pak hem ook mee. Dat je dan terugkomt of zo in de game, dat ze allemaal weer los zijn. Nou ja, ik had een twee big bekjes had ik wel genoeg in. Thank you.
Dit is trouwens weer de 10e aflevering van de serie. En we gaan gewoon kijken tot hoe ver we doorgaan. Want er is nog zo over te doen in farming. Alleen geld is ja. Alles. Zo, dus je ziet totaal niet wat je doet in het gras, dat is waar we voor kleuten. Want dan ben je er niet in het gras kunnen zitten. Wat glitst dat in je pallets? Net op deze wil er ook niet af. Dat is altijd zo. We hebben er wel alles mee. Ik zal straks kijken op internet of het dan is. Dat is de beste mod die ik ooit gehad heb. Ik heb echt alles. Ja, op zich. Dat zo ook wel. We hadden de trek schoongemaakt. Gingen we er aardappels mee rooien. Dat was niet echt. De zon die heeft er nu ook wel weer niet uitzien. Dan nog eentje ernaast.
Volgende keer als we niks te doen hebben, kunnen we wel eens even kijken hoeveel er halen we een aanhangertje met zaad op. Op zich wil ik ze hier nog wel gewoon lossen. Dat ik ze dan met de voorlader opruim. Blijft hij daar achter hangen? Dan is hij er wel langs. Dan moet ik hem niet meenemen, goed zo. En dan moet ik hem duwtje geven, weer een hoekje. Ik kom wel kijken, dus dat netjes. Ik kan de voorlader druk wel aan laten zitten. Zit er wat in? Nee, het leeg. Genoeg, denk ik. Pas dan ons allemaal een beetje op. Solderen is al bijna klaar. Om die getalletjes te kijken onder op de map. Dat je recht gaat. Maar je weet ook niet of je dan links of naar rechts moet corrigeren. Dat je het soms niet eens ziet. Wat je dan nog kan doen is als je hier eraf rijdt. Dat je dan op de map kijkt. En dan met. Wat er moet gebeuren. Maar ik ben daar het was iets vergeten. Maar dat maakt niet uit. En dan is het ook handig om te kijken dat je zo stuurt dat die punt stil staat. Kijk, draai zo een half rondje. Weer hier naartoe, want dan.
toen is een beetje in de kutbocht. Toen waren we achteruit. Want anders zie je dat die boom. Nou, dan moet ik nog een keer terug, dat maakt niet uit. Daar gaat ook niet veel in. Het is rete duur, maar het is hartstikke zuinig. Ik snap ook niet waarom ze grote sproeiers nodig hebben eigenlijk. Het is hartstikke leuk, maar het is super onhandig. We laten het allemaal wel wat langere afdelingen, omdat de velden wat groter zijn natuurlijk. Oh. Gaan we er een stukje in zaaien? Ik zaai het helemaal alleen hoor, maar. Even kijken naar de prijzen. Wat heb ik hier? Ik moet het begin lezen. Gisteren die ook goed.
Heb ik die niet alleen gezaaid? Lijkt wel stukken vergeten te zijn, ja. Nee, zo je wonen. Niet schoolzaad. Oh, dat is omdat hier natuurlijk, ja. Ik weet al, nee, daar heb nog wat gezeten. Dus daar is hij dan al bemest, dat noemen ze de grondbemesting. Zou het dan komen dat als hij deze zware werk doet, dat hij dan eerder onderhoud doet aan andere trekkers? Dat zou wel tof zijn. Deze truck al bijna 7 uur op staan. De zuimachine die hadden we iets meer mogen gebruiken. Volgens mij kan ik een heel jaar doen met deze tank. Laat staan dat je echt zo'n grote zuimachine hebt. Met zo'n grote tank. Ja, dan gaan we eens even de John Deere kijken. Die keer weer opgeruimd worden. Ik weet het niet meer of we de zon weer een keer getankt hebben. Te kijken of ik een schuur erbij. Waar ik dan mijn plein kwijt zijn. Dan spreek ik het andere object. Hier kan hij wel. Maar ik kan niet.
kilo achter. Ik wil er eigenlijk twee neerzetten hier ook. Hier moet hij gewoon kunnen staan. Ik snap niet waarom je hier niet. Je hebt niet genoeg geld. Dat die 9000 euro kostte. We wachten tot het daar klaar is. Maar we kunnen ook even kijken. Missie. Saaien, dat gaat niet, want we. Met cartoon. Ik ga geen cartoon zaaien. De zaaimachine is in gebruik. Ja, kan wel. Soja. Sojabonen. Staat die zaaien daar dus ook? Cultivator. Zaaimachine. Oh, kijk, ze hebben dit niet allemaal. Deze die heeft dus alleen zaad. Die wil ik te groot. Geen cultivator erin. Deze wil een cultivator erin zitten. Die heb een cultivator erin zitten. Die heb dat. Die heb dat. Die niet. Maar ik zat even te kijken voor een missie te doen. Voor iets wat ik kan. En waar geen saai, saai, saai. Oogsten, oogsten, oogsten. Wiedeg. Ik heb geen wiedeg. Zij bemesten. Ik heb die andere trekker voor nodig. Veld 15. Oogsten. Veld 6. Hoe groot is veld 6? Best wel groot. Daar gaan we best wel lang mee bezig zijn. Ik denk dat de andere zaaimachine ook al bijna klaar is. Deze is ook al bijna klaar.
Hij vindt dat niet grappig uit de helling op. Ik heb hem maar even overgenomen. Dat scheelt weer geld. Nou, als er een stukje niet meegaat, dan is dat niet erg. Kijk naar beneden, jullie wel. Nou, dit is ook alweer bijna gefixt. Een mooie zijmachine geeft. Ja, nog twee keer of zo. Hij heeft wel moeite om boven te komen. Hij zag even net te licht. Maar met deze trekker draai ik helemaal niet voor de kop. Maar we doen het wel steeds vaker. Misschien is het een idee om deze trekker af te stemmen. Op deze zuimuziek. Dat het dus meer pk's geeft. Ik veel te veel gestuurd. Ja, ik heb er al eens een keer geknipt voor die andere meiden. Ik zal me net bedenken, maar we hebben die nog helemaal niet gebruikt. Nou ja. Dan moeten we nog één keer terug en dan heb ik het weer klaar. We waren hier weer omhoog van daar ook, ja. Daar heb ik dat. Ja.
Hij bleef ergens over, ik weet nog op die waar en waarom. Ja, daar zijn we ook wel mee klaar met inzaaien. Ik kan dat stukje nog wel even mee pakken. Vergeet ik ben. Net zoals vandaag ook, waar ik een gat kan laten liggen. Want dat ik ook wel bij het eentrekken kunnen doen. Die is nou wel sneller gedaan. Maar er zitten twee gewassoorten in, dus we kunnen toch niet in één keer doorroosteren. In principe had ik één missie kunnen doen met de trekker en de andere had ik gewoon eigen werk kunnen laten doen. Nou, dat was hem weer voor vandaag. Instellen die motor uitzetten. En het is alweer een andere. Zo rustig. Ik denk dat ik even. Chemicaliën moet ik ook even bijhalen. Landbouwkalk, maar ik verloop vanochtend of ik niet zo heel veel te doen. Of heb je nou kalk nodig? Dat zou best kunnen. Onkruid 0%. Bemesting 100%. Sojabonen. Bemesting 50% koolzaad. Dit wil ik wel heel die ook hebben. Gaat het snel. Ik moet deze ruik ook nog bij doen, dat toch. Nou, ik bedank jullie helemaal voor het kijken. En zie jullie de volgende keer alweer. Bij een nieuwe aflevering van Nick NL Gaming. Het is nou wel makkelijker geworden om te spelen. Ik hoef niet meer alles opnieuw in te stellen. Dat is op zich gefixt. Alleen, stuur is nog wel traag en slap. Nee, dat komt wel. De volgende keer gaan we deze schuur vullen, want er staat hier en daar nog wat apparatuur buiten. Dat is ook niet helemaal de bedoeling. Dit is natuurlijk een lege schuur. Volgende keer gaan we een pelletje zaad halen. En ondertussen doen we dan even een missie. Ik zie jullie de volgende keer wel weer. En hartelijk dank voor het kijken. Vond je het nou leuk? Druk er even een blauw duimpje omhoog. En vind je het leuk om mijn video's te volgen? Abonneer dan even. En vergeet niet op het belletje te drukken. Tot de volgende keer. Mazzel!